Een deel van het Siboga-terrein wordt komende zomer omgetoverd in een tijdelijk cultureel dorp, het Open Lab Ebbingen. De gemeente en woningcoöperatie Nijenstee stellen dit terrein 5 jaar gratis ter beschikking aan iedereen die een creatief bedrijf wil beginnen. Op het terrein moeten uiteindelijk huizen gebouwd worden, maar door de crisis is hier voorlopig geen sprake van. Het terrein is al voor een groot deel ingevuld. Er komen tijdelijke paviljoens met ateliers, werkplaatsen, horeca en ook een strandtent. De eerste die binnenkomen is de Ebbingen Herberg. Dat is een heel groot paviljoen dat uit 2 delen bestaat, een soort piramide. En die huisvest een jongerenhotel en een kinderopvang. En er komen ook nog wat winkeltjes en je kan er onderdoor lopen. Het culturele dorp moet in de zomer klaar zijn. Tijdelijk bouwen kan heel snel. De grond wordt nu bouwrijp gemaakt en in de loop van de vlak na de zomer zullen de eerste gebouwen verschijnen. En in de herfst dan wordt alles in gebruik genomen. Een succesvol bedrijfje mag misschien blijven. Het is een tijdelijk impuls, maar waarvan we wel zeggen van als het goed functioneert, dan kunnen we natuurlijk ook een aantal functies gewoon hier een permanente plek krijgen. Maar dan zal er ook een ander gebouw bij geplaatst moeten worden, een permanent gebouw.